Welkom. We zijn hier op het meest oostelijke stukje van Schiermonnikoog. En het is een fantastische dag. Hartstikke warm. En waarschijnlijk zie je niet, maar op de achtergrond... je ziet wel de Balg Express waarmee ik hier gekomen ben. Zeer lui, dus ik hoefde niet te lopen die 15 kilometer. Maar op de achtergrond zie je... Misschien een windmolenpark. Ik zie hem wel, maar met mijn camera weet ik niet of je hem ziet. En de windmolens staan stil, midden op zee. Wat ik wil laten zien is successie aan deze kant van het eiland. Groeit het eiland. En er wordt hier zand afgezet, natuurlijk, door de zee. En langzaam maar zeker wordt dat zand vastgehouden door duingras. En Hoe verder we zeg maar naar het westen gaan, naar het langste deel, deel van het eiland dat het langst bestaat, hoe meer vegetatie we daar zien en hoe meer de vegetatie ook een climaxvegetatie is. Dus we hebben hier pioniers en de pionier die ik je wil laten zien is duingras. En dat zie je hier op de achtergrond. En ik zoom even in. Ja, dit is dus het belangrijke deel, dit duingras hier. Houdt dus met zijn wortelen dat zand vast en daarmee groeit het eiland aan deze kant. Je ziet hier dat de eerste kleine duinen ook beginnen te vormen. Zie je daar zo, dat stelt natuurlijk niks voor, het is maar 50 centimeter of zo. Maar toch hebben we gemerkt dat in de loop van de tijd, jaar in jaar uit, hier die duinen hoger worden en het eiland zich uitbreidt richting het oosten. En dat gebeurt niet alleen met dit eiland, het gebeurt ook met de Schelling. En aan de andere kant kalft het een beetje af, dus daar is het aan erosie onderhevig. En dat proberen wij als mensen, de waterschappen, de overheid probeert dat tegen te houden, omdat daar natuurlijk het dorp staat. Oké, ik sta net hier. En ik heb je laten zien dat die duinen hier zo beginnen, door dat helmgras, of duingras zoals ik het noem. We keken naar de westelijke kant. Laten we een stukje over die duinen vliegen. We gaan nu richting het westen. Hier nog vlak zand, zoals je ziet. Je ziet hier de lijn van tot waar het water komt. Vloedlijn. En hier vliegen we dus over die beginnende duinen. En je kan heel goed zien dat die hele kleine duinen, ze zijn echt niet hoger dan 50 centimeter, dat die echt worden gemaakt en vastgehouden door dat duingras of helmgras. En hoe verder je naar de zee weer gaat, hoe minder van het gras je ziet. En hier zie je de Balg Express. En dan zie je mij ook weer staan. Dus we staan hier. We hebben een stukje hier zo over dat verse stukje Schiermonnikoog gevlogen. We gaan nu oversteken naar Simonszand. We vliegen nu over die zandplaat. En wat je hier ziet is een zeehondenkolonie. En die zeehondenkolonie bestaat uit witte en donkere individuen. Die donkere individuen zijn over het algemeen de volwassenen. En de lichte individuen, dat zijn de jongen, de pups. En we draaien nog even om. En wat Marlijn van Weert, bioloog, vriend van mij, wat die hiermee wilde laten zien, wat hij ook hier, deze beelden heeft natuurlijk gepresenteerd op een conferentie, is dat je heel goed tellingen kan doen van een kolonie, in dit geval zeehonden. Je kan hier prima met deze beelden tellen hoe groot de kolonie is en uit hoeveel pups en volwassen individuen die bestaat. Leuk als extra feitje. En hier rechts in beeld zie je weer Schiermonnikoog verschijnen. Oké, dan was het successie en een stukje over onderzoek doen, biologisch onderzoek doen met drones. Succes!